Kan iemand even helpen tillen? Ja, natuurlijk. Dames en heren, mag ik uw aandacht voor de voorzitter van de fanclub van Jimmy Schoonhart, Jantien. Ja, ik vind het super spannend om jullie allemaal welkom te heten op de allereerste officiële fanclubdag van onze Jimmy Joy Schoonhart. 1, 2, 3, FIFA Jimmy Joy! Dat komt nog wel. Ja, dat slijt nog een paar mensen, kennen het al. Oh, we hebben zoveel leuks op het programma staan. We beginnen natuurlijk met de jubilaris. Marga, leuk dat je er bent. Hartstikke goed. Hartstikke leuk. We hebben... Concordia! Ja. 1, 2, 3, FIFA Jimmy Joy! Gaat goed hier. Ja. Ja. Dames en heren, als penningmeester van de fanclub wil ik beginnen met een huishoudelijke mededeling. Per deze maand wordt de contributie van het fanclubblad verhoogd met 30 cent. De reden is dat we overstappen van zwart-wit foto's op klassieke kleurenfoto's. Jimmy in full color. Hij hangt al lang boven mijn bed. Hij hangt ook boven mij. Ja, ja. We hebben ook meer leden nodig. En het is leuk, hoe meer leden er zijn, hoe beter. Ja. Dus we hebben een actie bedacht. Als u iemand lid maakt van de Jimmy Joy Schoonhart fanclub, dan ontvangt zowel u als het nieuwe lid het oorspronkelijke Jimmy Joy fanclub. Fanclub speltje. Normaal gesproken kosten deze 75 cent en die zijn te koop na de soep met broodjes bij de Jimmy Shop. Dat was het. We kunnen beginnen, toch? Ik heb nog iets leuks. Heb je nog iets? Ja. Kijk eens hier. Oh ja. Nou, zoals jullie als echte fans allemaal weten, zit onze Jimmy op dit moment in de United Kingdom. Toch? Ja, hij zit in de UK. Ja. Oftewel Great Britain. Ja, in het Koninkrijk. En dan leek het me een leuk idee. Ik laat zo meteen even een kaart rondgaan. Dat iedereen zo meteen een persoonlijke boodschap voor onze Jim opschrijft. Als een soort hart onder de riempje anti-heimbeetje. Ja, dat zal hij heel erg leuk vinden. Echt? Echt, dat weet ik zeker. Geweldig. Ja, en ik zou nog graag willen vertellen dat de postzegel en de kaart zijn wederom betaald uit de fanclubkast. Dus... Ja, niet normaal. Nee, maar dan moeten we echt beginnen, hè? Toch? Ja. Dus het is zover, hè? Dames en heren, u heeft allemaal een blaadje gekregen. Daar staat het fanclublied op. U kent het natuurlijk al lang. Maar voor de nieuwe leden, zingt u vooral lekker uit volle borst mee. Sorry. 1, 2, 3. FIFA Jimmy Schoonhart. FIFA Jimmy Joy. FIFA Jimmy Schoonhart. Hij is onze rocking boy. Jimmy Schoonhart, hij is niet klein, maar hij is groot. Hij is op weg, altijd op weg. Hij zingt de mooiste liedjes, het laatste lied zingt hij. Oh, rock on, Joop, tot Jimmy Schoonhart zelf! Het is Jimmy Schoonhart! Ik zet je op de luidspreker, dan kunnen de mensen meeluisteren. Viva Jimmy Schoonhart! Viva Jimmy Joy! Viva Jimmy Schoonhart! Hij is onze rocking boy! Hey, yo! Hey, Jimmy! Is het? Ja, het is hartstikke goed. Zeg maar, Joop! Ach, Jimmy, waar zit jij? In een rubberboot. Ik vaar momenteel op het Noordzeekanaal. Ergens tussen IJmuiden en Amsterdam. Wacht eens even, zit je in Nederland, Jimmy? Ik ben onderweg. Onderweg? Ik ben over 20 minuten bij jullie. Oh. De boot uit Engeland had een beetje vertraging. Oh, dus als ik het goed begrijp, kom je hier naartoe. Hij komt hier naartoe. Ik vaar nu het IJ op. Oké. De reis gaat zeer voorspoedig. Ik zet koers richting het Gooi meer. Ja, Jimmy. En via het Eemmeer. Ja, Jimmy. Vaar ik het Nijkerkanaal. Ik hoor je niet goed, Jimmy. Ja, we zijn weer
een hoogspanningskabel doorvaart. Ja, Jimmy. Veroorzaakt dat de elektrostatische storing op de lijn. Ik snap het. Ik snap het. Ik snap het. In Harderwijk stap ik over. Ja, maar tegen die tijd neem ik wel weer contact met jullie op. Kabels. Met Jan. Viva Jimmy Schoonhart. Het is Jimmy. Viva Jimmy John. Hey Jimmy. Hey Jan. Hey Jimmy. Hoe is het? Ja goed. Zeg Jim, luister eens. Waar ben je? Waar ben je nu? In de woestijn. Woestijn? Ja, daar lijkt het wel op. Ja, ja. Nee, ik ben op het Kootwijker Zand. Oh, vandaar. Op die zandverstuiving. Zeg Jim. Oh, ja, ja, Jim. Ja, Jim, wij zijn er helemaal klaar voor. Ik ben onderweg. De fans zijn er helemaal ik ben over een kwartiertje bij jullie. Een kwartiertje. Als Tobias een beetje wil doorlopen tenminste. Tobias? Ja. Tobias, wie is dat? De kameel waar ik nu op zit. Oh, kameel? Maar de kameel, tuurlijk. Ik ben in Harderwijk overgestapt op een kameel. Logisch. Jimmy. De beste manier om je over de zandverstuiving te verplaatsen. Rustig, Tobias. Jimmy, moet je horen, wij zijn er klaar voor. Het is een braaf bek. Hij is alleen een beetje speels. En wil nog wel eens... achter de konijnen aanrijden. Maar hij heeft een uitstekend... Hallo, Jimmy. ...richtingsgevoel. Rustig, Tobias. Je rijdt met je kameel onder die hoogspanningskabels. Dat geeft elektrostatische elektriciteitsspanning. Komt door de hoogspanningskabels waar ik onderdoor rijd. Dat zeg ik. Die veroorzaken elektrostatische storingen op de lijn. Zeg Jim. Ja? Jimmy. Hallo, ben je daar nog? Ben je daar nog? Jim. Ik neem zo weer contact met jullie op. Waar ben je dan? Ik ben bijna bij Vliegveld Teugen. Vliegveld Teugen. Hij is bij Vliegveld Teugen. Hij is... 1, 2, 1, 2, 3. Kom met de trein, met de bus. Reis met wat je maar wil. Met de fiets van je zus. Of de brommer van Wil. Neem de tijd, haak je vlug. Het is aan jou, wees niet te laat. Pak de jeep of de step. Van je tante Maria, van Maria, van Maria, van Maria. Kom met de boot, kom te voet, reis met wat je maar ziet. Met de tram, met de voet, pak de raket van oma Piet. Neem de tijd, haast je vlug, het is aan jou, wees niet te laat. Pak de jeep of de step, van je tante Maria. Yeah.
Maria, van Maria, van Maria, van Maria. Jimmy's schoonhart, we wachten al te lang, we wachten al te lang. Kun je heel even telefoon opnemen? Dus ja, ik ben even bezig hier. Ik ben stoel te versieren voor Jimmy. Ik moet strikken, ik kan niet strikken. Ja. Misschien kan jij strikken. Met Jantien! Hallo? Hey, Jantien! Jimmy! Ik ben er bijna, hoor. Jimmy? Zeg Jimmy, waar ben je dan? Ha, boven je hoofd, as we speak. Oh. Ik ben zojuist opgestegen van vliegveld Teuken. Ja, en vlieg nu richting vliegveld Delen. Zeg maar Jimmy, heb jij een vliegprofet dan? Hallo Jantien, de, it's me, Jimmy Joyce Schoonhart, weet je. Zo moeilijk is dat niet. Ik heb werkelijk een schitterend uitzicht. Hoge Veluwe, schitterend bij. Wat een natuurschap. Ja, mooi daar, hè. Onder mij zie ik kudde moeflons uiteenstaan. Storing op de lijn vanwege de elektrostatie. Ja, dat weten we nu wel. Daar is het vliegveld al. Oké. Ik zet deze kist nu aan de grond. Oké, Jim. Pak de fiets. En met een beetje geluk ben ik dan met 10 minuten bij jullie. 10 minuten. Oké. Ik ga nu landen in Delen. Tot zo. Jim, pas je op voor de elektrostatische hoogspanningskabels. Ik weet niet.
Hallo, Tivoli's, Jimmy hier. Beste Jan, Joop, Jantien. Ik had me er erg op verheugd, maar ik ben bang dat ik helaas niet op mijn eigen fanclubdag kan komen. De plannen zijn een beetje gewijzigd, vrees ik. Maar Jimmy, waar ben je dan nu? Waar ben je dan? Ik sta op een roltrap. Roltrap? En de Bijenkorf? Ja, een enorme lange roltrap naar omhoog. Ja, je kent me, hè? Ik ben altijd onderweg. Nu ga ik omhoog. Naar boven. Er lijkt geen eind aan te komen. Nee. Een schitterende reis. Maar jullie moeten je absoluut geen zorgen om mij maken, hoor. Het is geweldig hier. Ik heb zojuist mijn nieuwe manager ontmoet. Hij heeft me een goede deal aangeboden. Tot ziens! Tot ziens, Jimmy. Het gaat je goed. Tot ziens. Tot ziens. Viva Jimmy Schoonhart. Viva Jimmy Joy. Nou, dames en heren, ik wil graag het woord geven aan de voorzitter. Voorzitter, aan u het woord. Nou, het condoliantenregister is bij deze geopend. Als u zo meteen eventjes wil komen ondertekenen, zou fijn zijn. Ja, als mede de Jimmy Memorial Shop, dan kunt u speltjes krijgen tegen het licht aangepast tarief, maar dat zult u natuurlijk wel begrijpen. Goed, ja. Allemaal heel blok. En de soep, alwaar die beloofd is. Programma is een beetje gewijzigd allemaal. Soep gaat niet door. Deze kom wordt geveild. En we zetten in op 100 gulden. Goed, heel goed. Ja. Heel toevallig is op dit moment juist uitgekomen zijn biografie. Dat is ik, Jimmy Schoonhart. Ja. Ja. Een artiest om nooit te vergeten. 37,95. Verkrijgbaar in de Jimmy Shop. Dit is een laatste single, postuum uitgekomen, heeft hem zelf ook nog niet gehoord. Met een enorme hit, wat een hit gaat worden, Kaars in de Wind. Ik weet niet of u het kent. En zijn versie van My Way, Gene Zijde. Ook te koop in de Jimmy Shop, 15 gulden. Nou. Ja, zijn muziek levert gewoon voort, hopelijk zo lang mogelijk en zo rijk. Laten wij zijn grootste hit spelen, dat doen wij gewoon. Zo sluiten wij af, Jimmy in 80. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik ook. One, a two, a one, two, three, and... Op kantoor verslijt ik de uren van de week wel. Maar echt spannend was dat niet voor mij. Ik wist dat er meer was, iets dat past bij mij. Na de eerste tonen voel ik me vrij. Ik hou van muziek, maar dit is mijn liefde. Eerst de band die heette, toen de Apies. Apies? Ja. We reden rond in een rondleurige DAF. Iedereen die schilde, zeiden we want more. We want more! Nou, toen had ik het effect wel doen. 1, 2, 3, 4, 5! Ik hou van muziek. Niks is mijn liefde.
Theater Avenue. Nog een paar nieuwtjes. Dus, ja. Na ons. Pinkebeest, cabaret. Hartstikke leuk. En we hebben een nieuwe cd.